Ik ben Rob van der Velde, eigenaar chef-kok van restaurant Het Raadhuis in Uden. Gevestigd op de markt in het oude gemeentehuis. Mooi pand, waar wij 1 november 1995 begonnen zijn, mijn vrouw en ik. En ja, bijna 15 jaar, dus ja, vrij uniek voor de horecawereld en mensen zo lang in hetzelfde bedrijf blijven. Ja, gewoon prettig kunnen werken. Belangrijk in de keuken is dat je er gewoon prettig in voelt. Dat je de apparatuur dicht bij de hand hebt en ja, gewoon lekker kunt werken. Zoals in deze keuken bijvoorbeeld. Er zit een prachtige steamer in. Daar kunt er heerlijke vis in pocheren. Een kreeftje, uiteraard aardappelsgroenten, vlees zelfs. Het is echt behoud van het product. Koken is natuurlijk ook een heel stuk timing. Je moet weten wat wanneer klaar is. Dat het, als je een gerecht gaat maken, de ingrediënten in de ovens hebt zitten, dat het ook allemaal tegelijk klaar is. Waardoor je pakt je bord uit de warmtela, de gerechten uit de oven, afmaken. Sausje heb je ondertussen lekker op je pitje warm gemaakt, sausje erover. En je kunt het uitserveren en lekker gaan eten. In deze keuken zit ook een prachtige hete luchtoven. Waar u ja, eigenlijk alles weer mee kunt. Hier zit ook een temperatuurmeter in. Ideaal voor de, ja, mensen gaan toch steeds professioneler koken thuis. Bijvoorbeeld een roastbeef, de naald erin. Die zet hem in de oven. En als de temperatuur, de juiste temperatuur die u ingesteld heeft, hij begint te piepen en het roastbeefje is prachtig mooi rosé. En klaar om te serveren. In deze keuken zit ook een vijfpits gasfornuis met in het midden een grote wokbrander. Twee kleine en twee iets grotere pitten, waardoor je ja, eigenlijk van alles kunt wokken, kunt doen. Ik moet er wel bij zeggen, vroeger dacht iedereen dat je alleen maar kon koken met zes pitten. Maar tegenwoordig met de apparatuur die de mensen voor het in huis hebben, met de steamer, de hete luchtoven, ja, wordt het grote gas van huis eigenlijk steeds minder belangrijk. Gas, het blijft mooi koken, het is gevoel. Maar uiteraard hebben we tegenwoordig de inductie. Erg fijn, het gaat voor het net zo snel als gas. Het voordeel van inductie is makkelijk schoonmaken, makkelijk schuiven. Ik werk zelf met een inductiewok. Het is gewoon een stukje gevoel. Het is eigenlijk allebei, het principe is hetzelfde. Maar ja, wat vind je fijn, wat vind je prettig? Waar voel je je lekker bij? Want ja, dat is het belangrijkste met koken. Je moet je lekker voelen. Daardoor wordt het gerecht ook steeds lekkerder. In deze keuken is weer gekozen voor andere, ja, toch wel mooie handigheidjes. Zoals de koeker. Daar komt echt gewoon kokend heet water uit. Kopje eronder, theezakje erin, klaar. Maar het is natuurlijk ook heel makkelijk als je iets af wil koken, iets snel, een beetje haast hebt. Heet water, je hebt meteen kokend heet water, even op de pit en je kunt er ja, je groente, rijst, net wat je op dat moment wil gebruiken, kun je dan erg snel afkoken. In deze keuken zit ook nog een prachtige wijnklimaatkast. Die op verschillende standen in te stellen is, zowel voor witte als rode wijn. Het kan allebei tegelijk erin liggen. Mensen gaan tegenwoordig toch steeds culinairder koken, professioneler en daarbij ook mooiere wijnen drinken. Ze krijgen er ook steeds meer verstand van door van allerhande wijncursussen, boeken, noem het allemaal maar op. En hebben zoiets van, nou dan wil ik ook mijn wijnen voor het op de juiste temperatuur drinken. In deze keuken hebben ze de vaatwasser geïntegreerd op een hoger niveau. Erg prettig voor je rug. Je kunt ja, het makkelijker in- en uitladen. De zwaardere dingen die toch vaak onderin zitten, die kunt ze zo pakken. En weer op je aanrecht of net waar meteen opruimen. De kopjes ook. Ja, de bevolking vergrijst. Het is niet anders. En dan denk ik dat dit gewoon helemaal prettig is voor iedereen. Zeer compleet deze keuken. Om maar te beginnen bij het fornuis. Ik wilde eigenlijk gasfornuis zeggen, maar het is een combinatie van gasfornuis met inductie koken. Prachtige wokbrander. Niet alleen om te wokken, maar ook om te braden. Om gerechten lekker rustig. Het kan ook laag, het hoeft niet altijd met heel veel vuur. Mooie inductieplaat. Vier pitten. Deze kookplaat, die, zoals u hier ziet, die kan in allerlei varianten gemaakt worden. Inductie, een grilletje,
de wokbrander, eventueel nog een geïntegreerde frietpan, de koffiemachine. Helemaal hot tegenwoordig, hè, koffie. We drinken niet zomaar een kopje koffie. Het is voor het cappuccino, latte macchiato, espresso, ristretto, noem het allemaal maar op. Eén druk op de knop, u hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Het komt er allemaal uit wat u wenst. Prachtig mooie keuken waar u lekker kunt werken. De natte hoek gescheiden, ideaal. Het mooi afzetgebied met een barretje, ook gezellig. Hè. Dat koken is ook sfeer. Dus de gasten kunnen gezellig een borreltje drinken terwijl u hier de heerlijkste maaltijden bereidt. We hebben een Franse keuken met een Italiaanse inslag. Twee leuke aparte ruimtes voor gezelschappen, recepties, dinertjes. Zeven dagen in de week geopend. En ja, we hopen u snel te zien in het raadhuis.